weet ook niet wanneer je dit kijkt natuurlijk. Vandaag gaan we deze kinderstoel verloten. Dat is een actie geweest op Facebook. Hij is gewoon te leuk. Beertjes, voetjes. Hij is professioneel gerestyled met Annie Sloan chalk paint in de kleuren Old White en Paris Grey. De schabloontjes zijn in graphite. Nou ja, degene die goed aan de actievoorwaarden hebben voldaan, die zit in de pot. Symbolisch, hè, want zoveel passen er niet in de pot. En daar gaan we er nu 3 uithalen. Ik wil wel even toelichten waarom ik hem verloot. Degene die Lapicule een beetje volgen, die weten dat de workshopruimte geïntegreerd is hier in de winkel. Die is daarachter. Dan heb je veel meubels, dus er zullen dingen weg moeten. Nu is er heel veel naar de kringloop gedaan. Ja, goed doel, wil ook wat zeggen. Maar als ik hier nou mensen blij mee kan maken, dan hebben we er allebei iets aan. Ik maak iemand blij, ik heb wat meer ruimte en ik hoop dat hij dan een goede bestemming krijgt. Nou, we gaan bumselen in de pot. En ik doe het echt blind, tenminste blind, met mijn ogen naar de verkeerde kant. En dan gaat er eentje, hoop ik, heel blij worden. Dit is die. Wat ik van tevoren wel even wil zeggen, is wel de bedoeling dat die uiterlijk aanstaande dinsdag opgehaald wordt. Liefst vandaag of morgen. Maandag of dinsdag kan je hem ook op afspraak ophalen. Aanstaande woensdag moet hij weg zijn. Is die niet opgehaald, daar ga ik straks een tweede naam voor trekken. Dus, het is even actie. Komt-ie. Ik ben heel benieuwd. Misschien ken ik hem. Ja, ik ken ze allemaal natuurlijk. Yvonne van Son. Nou, Yvonne, ik hoop dat je gat in de ozonlaag springt. Dat je een goede bestemming krijgt. Mocht je op een of andere manier hem niet voor aanstaande dinsdag opgehaald hebben, dan ga ik een tweede trekken. En die krijgt dan van mij sowieso een 100 ml potje chalk paint. Want het is wel heel vervelend als je je naam hoort noemen en je krijgt niks. De tweede. Ik ben helemaal nerveus van. Dit is Ria Bevers. Nou, dames, jullie hebben in principe allebei wat gewonnen. Ik hoop dat je er blij mee bent en dat hier een ukkepuk heerlijk met zijn handjes in de pap in zal spetteren. Succes! Bedankt voor het kijken. Doeg!